Terneuzen vliegt er vanmiddag uit het niets een auto tegen de voorgevel van een van de huizen aan. Hier zie je de auto racen door de straat, daar gaat hij, met een bloedgang. En even later gaat het dus volledig mis. Hij knalt tegen een paar paaltjes aan en vliegt over een geparkeerde auto heen, om daarna aan de andere kant van de weg op de kop tegen een huis tot stilstand te komen. En met al deze schade tot gevolg. Enorme schade en met een rotklap moet dat gegaan zijn. Onvoorstelbaar, ja. Is duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nou, de politie zegt dat het ook te wijten zou kunnen zijn aan een technisch mankement. Dus dan is de logische conclusie misschien dat ze gaspedalen blijven hangen. Want hij leek wel 150 te rijden daar in dat kleine straatje, in dat buurtje. Hij is zelf zwaar gewond geraakt door het ongeval. Dus hij kan daar misschien op dit moment zelf niet zo heel veel over verklaren. Maar het is hoe dan ook natuurlijk bizar. En gelukkig, zou ik bijna zeggen, is het alleen bij deze gewonden gebleven. Want nogmaals, als je ziet hoe hard hij heeft gereden, ja, dan had het natuurlijk wel echt heel anders kunnen aflopen.